deel 3 van onze kracht opbouwen met zonnegroeten. En vandaag kijken we naar, misschien jullie wel morgen, in dit filmpje kijken we naar het naar voren komen vanuit neerwaarts kijkende hond naar een halve veroverpaging. Adeltanasa, heel goed. Doe je ding, zou ik zeggen. Ja, doe je ding. Tot aan neerwaarts kijkende hond. Oké, doei. Niks mis mee. Kan je doen de rest van je leven. Altijd, elke keer weer bij je zonnegroet. Maar we zijn met krachtopbouw bezig. En je kan je voorstellen dat het naar voren springen met je voeten, dat weer heel veel nieuwe en andere spieren activeert dan dat je nodig hebt met het simpelweg naar voren lopen. Dus dat is een keuze die je kan maken, gelukkig maar, altijd weer die keuzes. Waar moet je op letten? Allereerst dat je goed je handen in de mat doet. En ten tweede is de richting waarop je je heupen stuurt. Het is heel verleidelijk om te denken dat je die recht naar de voorkant van je mat moet sturen, want dat is ook waar je lijf uiteindelijk naartoe wil. Maar wat je eigenlijk wil doen is die heupen omhoog sturen, schuin omhoog, zodat je je voeten ruimte krijgen om een zachte landing te maken. Want die zachte landing is echt wel een dingetje. Het is niet omdat wij geen lasten willen hebben met de buren. Dat is omdat als je zacht landt, dat betekent dat je controle hebt over de spieren die je gebruikt om naar voren te komen. Als je jezelf naar voren stort en je komt naar, neer met een bonk die ze 3 huizen verder nog horen, dan betekent dat je te weinig controle hebt in je buikspieren, in je armspieren, in je beenspieren, in je rugspieren. Dus om te laten zien waar we naartoe gaan, vang ik Esther heel even op, zodat je ziet dat Esther eerst naar voren komt uit de heupen en nog springen. Zag je dat? Oh, en dan zat ze dan niet. Heel goed. Dus wat je doet, is die armen stevig in de mat duwen. Je komt op je tenen staan, je buigt flink je benen, je zet jezelf af. Oeh, heerlijk. En je maakt je de tenen lang. En naar beneden. En natuurlijk heb ik hier ook weer een lekker filmpje bij gemaakt met een aantal dingen die je kan doen om tot dat springen te komen. Dus zoek hem even op. Hij komt hier achter, komt hier in beeld. En geniet ervan. Dankjewel. Namaste.